Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend is het overal onbewolkt. De zon schijnt volop en de temperatuur stijgt daarbij razendsnel. Naar waarden tussen de 26 en 29 graden, zo halverwege de ochtend. En vanmiddag wordt het nog warmer met uiteindelijk 30 graden in het noorden tot plaatselijk 35 graden in het midden- en zuidoosten van het land. In de loop van de middag komt er wel bewolking vanuit het zuidwesten opzetten en de wind gaat aan draaien van zuidoost naar zuidwest en dat zorgt voor grote verschillen in temperatuur en daardoor kunnen er flinke buien gaan ontstaan in het midden-oosten en noordoosten van het land. Ze hebben wel een vrij lokaal karakter, maar kunnen toch hevig uitpakken met kans op windstoten en hagel. Dan morgen is het in eerste instantie weer rustig, geregeld zon. In de middag ontstaat vooral in de oostelijke helft van het land weer een enkele regen of onweersbui. Het wordt 24 graden in het westen en 26 tot 28 graden in het midden en oosten van het land. Op vrijdag en zaterdag ligt de middagtemperatuur rond 23 graden, een stuk aangenamer dan vandaag. Geregeld zon, maar vooral op de vrijdag nog wel kans op een enkele bui. Op zaterdag en zondag is het overwegend droog en schijnt de zon flink. Ik ben Ben Langkamp van WeerPlaza.nl.